colleague today, you will take over the student train from Kotzenheim to Klostersheim Station Ludwig via Brandon's Nord. Upgrade your train. Upgrade the train. And drive to the platform as soon as the signal allows. Let's go Kotzenheim. Wel weer rustig binnenkomt. Wij zitten hier. En we gaan volgens mij deze kant op. Niet helemaal hier naartoe. Of wel. In ieder geval hier ergens. En we gaan hier naartoe uiteindelijk. Standaard redden we met deze. Wat op meer met de route volgens mij. Maar dus we zijn hier Kotzenheim. Wat ligt hier? Augustinestal. Oh grappig, ik ken iemand die heet Augustinus. Dus, bijzonder. Dan is Dürenhof. Dan is Nord. Die lijn met een hoge snelheidslijn op dit stuk in ieder geval op, denk ik. Zwijg. Bahnübergang gesichert. Oké. Okay. Oh ja, maar laten we gaan. Iemand een regenboog.
Dit is de nieuwe route van SAD. Ja. Nächster Halt, Steinwald, Borkenwürte. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Tut. Regionalbahn 12. De tijd loopt ook nog. Laat maar aan, dit zijn zeker... kijk dit. Dit is wel grappig. Zijn... Die rennen voor het... voor de CTA geplaatst. Wel handig. Nee, geen DDR. Volgens mij gewoon algemeen Duits, dacht ik. De enige DDR-route die er is eigenlijk de TSG-route die we gisteren hebben gedaan.
dat zeker. Wat dacht je van deze overweg dan? Een houten balk ervoor. Hey, hij is afgesloten. Vrouw is al trots aan het oost, bang tegelijkertijd wat overweg. Ik vind het wel leuk met die oude bellen. Ding. Als je de route bedoelt, is van SAD. Nächster Halt, Schweig Süd. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Je kunt het ook altijd vragen aan SAD, dacht ik, op zijn Facebook. Ik dacht dat het een Nederlander was oorspronkelijk. Ik wil niet op de foto. Deze wil te graag op de foto. Wat een lawaai. We rijden met de BR111. De piepblok. Zijn één klein toetertje bovenop. Nee.
Greenwich Airport. Hij past hier voorbij dan het muziekje. Oh jee. Kom maar, goedenavond en welkom. Romy ook, goedenavond en welkom. Nieuw spoor. Nächster Halt, Brennitz Flughafen. Dort haben Sie Anschlussmöglichkeiten an Züge des Nah- und Fernverkehrs. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Next Stop, Brennitz Airport. Change here for regional and long distance trains. Exit to the left in the direction of travel. Dankeschön. Thank you. Kijk naar 100NL. Volgens mij zijn alle 100NL's hier gedumpt op deze route ofzo. Ladies and gentlemen on platform 3, please board the train. Keep clear of the doors and take care while the train is departing. Wat ouderwets type materieel. Zijn wel leuke banken. Denk aan Nederland. Dit is meer modern. Let's go. Greenwich Noord. Thank you.
zijn dus vanaf hier zijn we deze route gegaan, hier naartoe. Deze route hier die was afgesloten, dit is een fietsspoor, zeg maar. We zijn hier net vertrokken en we gaan... ergens hier naartoe, naar hier. Brennies Noord. Nieuw spoor, dus dan is het flinke verbouwing geweest op deze route. Memory Tenten, let's go! Stefan top. Ja, is op zich niet slecht, zo'n oud nieuw spoor. Did it miss that? Ja, het zal helaas niet anders worden, denk ik, Steven. Nächster Halt, Brennitz Nord. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Brennitz Noord, wij moeten naar het noorden toe, want zoals je ziet, wij gaan naar het zuiden. Maar we moeten hier naar het noorden toe. Dus wij gaan zometeen op dit station gaan we omkeren. Ik denk helaas, Christian, dat dat niet zo snel gaat.
Ja, Stefan kan het geheugen manipuleren. Kom van dit soort dingetjes met oud spoor. Er ligt spoor. Nee, er ligt niet spoor. Dat is verderop. Please change driver's cap. Ja, natuurlijk. Nou, tussen de huidige versie, Stefan, en die 1.1 of zo, dat valt best wel mee wat er veranderd is hoor. Let's go. Voor het geval, ik zal even kijken. Dit lijkt me een bewegend object. Ja, kijk, er zit niet eens een as of wat dan ook. Dus het zijn bewegende objecten. En een ICE uit. Nice. Lemswald. Ja, waar ligt Lemswald? Ah, het ligt op het enkele spoor een stukje al. Of flink doorscheuren. Zijn wat zachter, want deze is behoorlijk luid hoor, met audio.
duikt behoorlijk deze trein. Nächster Halt, Lemswald. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Rustig, das zijn we nog niet. Dat was inderdaad wel heel erg vroeg die omroep hoor. Welke tunnel zo eigenlijk? Gisteren ging die trein die hiernaast stond precies op dit moment boven ons. Sifa. 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 Dank je, Rutger. Boom, oud spoor. Störung. Dank je, Gerben. Dat zeker. Je hebt het eindstuk nog niet gezien. Dat is pas een mooi stuk. Kijk, Kalem. Ik heb een proef gereden gisteren en toen deed hij perfect.
Heel landelijk. Ook al zijn we er iets voorbij geschoten, maar goed. Meneer, u rijdt wel heel erg op de rand, hè? Deutsche Meister. Oké. Net op tijd. Op naar Martinsheim. Overwege op deze route, die gaan ook pas dicht, zeg maar, als die echt, als je zegt van dat ze dicht moeten gaan, of een automatisch iets, dat ze detecteren dat er een trein dichtbij is. Het was voorbij. God voor de pieper. Ik moet zeggen, ik heb hem getest en toen werkt het wel. Maar ik krijg het idee dat het iets te maken heeft met ons. Wat is dit niet hetzelfde plek waarop vorige keer een probleem had dan? Het is wel grappig, want met testen werkte die perfect. Dus, maar goed. Met testen ging het goed, dus ik denk dat het iets te maken heeft met dan met een tweede PC misschien of zo. Want ik heb hem perfect uitgereden, want als je zeg maar de... Even kijken. Maar wij kwamen dit stuk eigenlijk nog tegen, zeg maar. Deze overweg hier. Deze overweg hier, zeg maar, met een helemaal overwoekend een beetje op een brug. En als je helemaal aan het einde van de lijn komt, zeg maar, dan kom je vervolgens kom je dat bij dat Ludwig hierboven. Dan kom je dit tegen met een oud zijn afgesneden spoor. Weet je wel, dat spoor hier zo helemaal dicht is. Dan vervolgens Ludwig binnenkomend. Zoals je ziet, het is dezelfde terrein. Helemaal aan het einde van het spoor kom je dit tegen. En dan is vervolgens, that's it. Je bent aan het einde van het spoor en als je iets doorgaat, dan kom je nog wat mooie... op een brug tegen, helemaal onder het spoor. Deze.
En dan hier kom je tegen waar je met de trein aankomt. Op zich wel jammer. Want op zich, het is een hele mooie route. Dat zeker. Maar ik weet niet waarom door het komt. Want ik denk, het enige verschil is, wat ik gisteren heb getest en vandaag heb getest, is dat ik mijn stream-pc heb aanstaan op mijn... Dat het via een ander ding is. En ik snap niet waarom. Dus... Maar goed, ik weet dat het behoorlijk vroeg is. Maar goed, ik denk dat ik het ook bij deze dan hierbij laat, zeg maar. Dus is jammer voor het laatste scenario. Ik heb geen idee waarom. Ik probeer nog wel een keer een ander scenario te doen, de andere kant op. Moet ik even kijken, misschien dat ik volgende week nog wel wat plan. Dan komt dat in ieder geval goed. En wat is de route te koop te dan? Waar hij is op Aerosoft te koop.